Vrijdag allemaal en letterlijk goede vrijdag, want het is vandaag 30 maart en het is goede vrijdag. Er is een reden dat er woensdag geen video online is gekomen. Namelijk de afgelopen week is mijn week heel erg raar en heel vervelend verlopen. En we zitten ook nog steeds een beetje met Tommy in ons hoofd. Dus dat is eigenlijk de reden waarom er woensdag geen video online is gekomen. Maar ik maak het extra goed met jullie, want er komen deze week 2 video's online. Namelijk een gewone vlog, die komt aanstaande zondag. En vandaag een hele andere video, jullie hebben het al gezien aan de titel. Namelijk... What's in my schoolbag? En believe it or not, maar hij is zwaar. Maar hij is echt heel erg zwaar. Deze tas die komt bij de Action vandaan. Ik zet hem wel even naast me neer, want hij is heel erg zwaar. Hij komt bij de Action vandaan en het is een hele fijne tas. Zou ik niet heel erg snel zeggen voor Action tassen, zeg ik eerlijk snel. Je merkt heel snel dat ze heel erg nep zijn, omdat ze gewoon heel slap zijn. Dus ze gaan snel kapot. Maar deze tas heb ik al een behoorlijk tijdje in gebruik en hij is echt heel erg tof. Dus laten we gaan beginnen wat erin zit. En we gaan beginnen met het kleinste vakje. Allereerst heb ik hier mijn muis. Ik heb namelijk een laptop in gebruik voor school waarvan het muispadje het niet zo heel erg lekker doet. Dus ik heb eigenlijk wel altijd een muis nodig bij deze laptop. En het ideale ervan is dat hij is draadloos. Dus het is super handig om gewoon ook mee te nemen. Je bent niet verplicht met een kabeltje. Hier zit het USB-stickje en een batterijtje erin. En je muis doet het super fijn. En ook deze muis komt trouwens bij de Action vandaan. Werkt echt heel goed. Dan heb ik 2 muslireepen bij. 1 muslireep met appel en 1 muslireep met chocola en banaan. Puur om als ik echt honger krijg, gewoon even lekker iets weg te snacken dan een chipje of iets uit de kantine van school te halen. Ik doe het wel vaak, maar het is best heel erg duur in de kantine. Dus ik neem liever toch wel zelf lekkere muslireepen mee. Dan heb ik natuurlijk niet te vergeten, want anders kom ik natuurlijk nooit meer thuis, mijn sleutelbos. En hier zitten gewoon mijn sleutels aan en dit klavertjes. Sleutelhangertje. Dan heb ik hier een pen in zitten. Dit is eigenlijk de pen die ik altijd gebruik en die ik eventjes snel wil pakken als ik hem... Oeh, ik sla hem eigenlijk met de pen omhoog. Oh, als ik hem nodig heb, dan kan ik hem gewoon lekker snel pakken. En, misschien een beetje gek. Herkennen jullie dit? Dat is nagellijn. Aangezien ik geen echte nagels op heb. En ik het echt hartstikke irritant en zonde vind als ze er tijdens schooltijd of iets afvallen. Dus altijd een klein tubetje lijm mee. Dan is het kleine vak al leeg. En dan gaan we door naar het grote vak. Om te beginnen altijd een heerlijke fles water. Deze dopper is van mijn pa's werk. Heeft hij een keer gekregen. En ik mocht hem hebben. Dus dat is super fijn. En ja, ik doe er vaak toch wel ijsthee in of vitamine drink. Maar nu is die lekker gevuld met water. Dus why not? Dan heb ik een fles deo. En dit is de Deoleen deo, omdat het andere deo bij mij gewoon niet werkt. Dit werkt 50-50. Maar het is echt aan te raden. Het is best wel prijzig, maar het voorkomt behoorlijke zweetgeuren. Dan heb ik natuurlijk niet te vergeten oortjes. Want als ik hier niet de deur mee uitga, ben ik serieus nog in staat om mijn bus terug te pakken om oortjes te gaan halen. Of langs een winkel te gaan, want ik moet gewoon oortjes mee naar school. Zonder oortjes word ik helemaal knetterrek. Dan heb ik mijn iPad. Mijn iPad gebruik ik voor enigszins notities of YouTube video's kijken in tussenuren. Neem ik niet altijd mee, ligt er echt aan wat voor de schooldag het is. Maar soms wil ik hem wel eens meenemen naar school. Dan heb ik dit super schattig tasje. En dit tasje is van de Action. Het is een heel slap, lullig tasje. Maar hij is gewoon weer heel erg cute. Wat zit hier eigenlijk allemaal in? Let me show you. Een extra paar oortjes. Die mag natuurlijk niet ontbreken als het andere paar het niet doet. Een oplaadkabel met adapter. Lady dingen. Powerbank. En dit is een nieuwe powerbank. Deze komt van de Action. En ik vind hem echt heel erg tof. Ik heb hem nu een paar dagen, maar het valt me echt prima.
Mentos. Lekker even tussendoor eventjes een stinkadem heb of iets. Lipgloss indien nodig. Ik gebruik altijd, heb dan ook echt altijd lipolie of lipbalsem. Nou ja, we hadden het er net over. Lippenbalsem. Een spiegeltje. En kijk hoe cute. Deze komt bij de Primark. Nou, dat heb ik echt al een tijdje. Maar ik vind hem echt heel erg schattig. Hij is echt leuk. Natuurlijk niet te vergeten. Een USB-stick. Die heb ik natuurlijk wel nodig om mijn schooldingen in op te slaan. Pleisters. Een highlighter. En een luchtje. Ideaal, die staafjesluchtje. Deze komt bij de Big Bazaar vandaan. Ze zijn zo handig. Dan heb ik natuurlijk niet te vergeten, ook super belangrijk als ik geen eten bij wil hebben. Mijn portemonnee. Dit is een soort tasje, die heb ik bij de Zeeman volgens mij. Ik zag het in een kitje liggen bij de kassa. En ik ben hier zo blij mee. Het werkt zo ideaal. Allemaal pasjes zitten erin. Indien nodig zit hier ook wat losgeld in. Echt super handig. Gewoon alles bij elkaar. Heb je geen mega portemonnee nodig. En je hebt het toch altijd bij je. Dan heb ik natuurlijk mijn laptop. Dit is een Lenovo laptop. Het draait op Windows 8. En ondanks dat deze laptop af en toe wat kleine probleempjes heeft gehad, werkt hij wel echt helemaal top. Hij is helemaal teruggezet naar de fabrieksinstelling. En je merkt er eigenlijk heel weinig van, nu nog. Het werkt echt heel erg tof. Mijn laptop. En ik heb trouwens leuk bekeken met deze leuke stickers. Dan natuurlijk al mijn papierwerk wat ik mee moet nemen. Ik heb hier een map met allemaal schoolformulieren die ik eventueel nodig heb tijdens lessen of weet ik het. Dus die heb ik altijd bij me. Dan heb ik mijn map mee met stageopdrachten, waar ik nu natuurlijk niet zo heel veel van gebruik. En last but not least, mijn broek, alles valt hier. Mijn schrift. En dit was een heel ander schrift. Maar ik had, zoals je kan zien, ook van mijn laptop. Want daar zijn ze ook van. Ik heb deze leuke post-it platen gekocht. En ik heb deze, believe it or not, met duct tape op dit schrift vastgeplakt. Dus ik heb nu gewoon een super schattig schrift. Ik kan hem alleen niet meer zo omslaan. Ik moet hem wel zo open houden. Maar het is echt ideaal. Dus die heb ik ook altijd bij. Want echt, als je laptop het een keer niet doet, heb je echt zo'n groot probleem. Want dan kan je echt helemaal niks als je geen schrijfpapier bij je hebt. En dan als allerlaatste, mijn mobiel. Die gaat natuurlijk altijd mee. Echt, als ik 10 keer vergeet, dan is er echt iets goed mis bij mij. Maar mijn iPhone 6S, die ik overigens nog steeds heel erg fijn gebruik. Met een super, super leuk hoesje. Dit is een bruin leerachtig hoesje met een super schattig popsocket erop. Met de tekst. All we need is love. Superleuk. Popsocket is van de Action en hoesje is van de Blokker. Echt, I love it gewoon. Helemaal blij. En dat was dus alles wat er in mijn rugtas zit. Hij is helemaal leeg. Vaak wil ik er toch nog wel eens een aantal dingen van, oh, dat is leuk om mee te nemen. Of dat is ook leuk om mee te nemen. Maar ik ben wel iemand die de tas altijd heel erg georganiseerd houdt en heel erg netjes houdt. Ik hou er echt niet van om thuis te komen en mijn tas helemaal uit te moeten zoeken. Omdat ik alles op de dag heb ingegooid. Dus het is eigenlijk altijd heel erg netjes in mijn tas. Ja, dit was alles wat er in mijn rugtas zat. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik wens jullie verder nog een hele leuke vrijdag. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!